Niet zo lang geleden heb ik deze kleinere tekker gekocht. Daar gaan van die dunne spijkertjes in. Dus het is meer voor het kleine werk dan voor de constructiewerk. Voor kleine kistjes van dun hout aan elkaar spijken. Maar ik merkte dat ik niet goed kon richten met dat ding. En ik wist ook niet hoe ver je naar achteren moet en zo. Dus ik moet toch eens kijken of dat instelbaar is. Ik ga eens kijken wat er... Hier zit een mechanisme dat die... Instellen. Open. Hier zit een draaiknop. En er staat hier wel iets opgeschreven, maar... Maar ja, overbodig, want dan kan je er toch niks mee. Dus wat je dan kan doen, is gewoon die knop zoveel mogelijk aandraaien. Uitproberen op het materiaal wat je gaat doen. En dan helemaal terugdraaien naar de andere kant. Wat dat het effect is. Nou, en dan weet je dat de ene keer steekt hij iets erbovenuit en de andere keer gaat hij er diep in. Dus wat wil je? Gelijk met de oppervlakte. Nou... Je gaat bijvoorbeeld vuurhout, je neemt een oud stukje vuurhout wat je hebt, of een stukje afvalhout, en dan ga je het uitproberen. Dan zeg je tak, tak, en je doet die andere stand en je gaat je ideale stand zoeken. Dus dat is vrij simpel. Als je nou vastloopt, dan kan je hem, kijk, dan moet je eerst de schacht openen. Dat als daar nageltjes in zitten, dan drukt hij die nagels naar voren. Ga ik hem hier open trekken. Kijk, ik zal het eens laten zien. Dan schieten de nagels eruit. En dan moet je ze op de grond weer gaan opzoeken. Dus het is aan te raden om hem gewoon of leeg te halen. Want nu kan het natuurlijk. Maar zit daar een nagel dwars... Is misschien toch wel verstandig om dat zo even open te laten. Ik zie hier een plaatje staal wat hier uitsteekt. Die drukt die nagel naar voren. Dus ik denk als ik dit open doe, dat ik dat weer terug zie. Even kijken of ik dat kan laten zien. Kijk, ik doe hem open. En dan... Dan zie je waarschijnlijk die stalen plaat dat gat vullen. Ik heb er nou niet in gekeken, maar als ik naar voren kijk, dan zie je dat precies. Dus dat plaatje, dat mag niet beschadigd zijn. Als je ziet dat daar beschadigingen aan komen, dan zou ik dat onmiddellijk deze laten repareren. Dat er een nieuw plaatje op komt, want dan blijf je problemen houden. Nou, kijk, dat vind ik vreselijk handig dat dit erop zit. Vroeger moest je dat allemaal losdraaien en schroeven. En toen had je er erg veel last van. Nu hebben we er minder last van en je hebt handige systemen. Dat ik heb ontdekt, er zit hier aan die hendel, of die knop waarmee je hem aandoet, zit er een klein knopje. En die wijst naar één kant van één nageltje. En als ik hem naar de andere kant doe, dan zie ik een serie nagels. Nou, heb ik de handleiding erop nagesplozen. Maar dan kom ik toch niet helemaal uit wat ze daar nou mee bedoelen. Dus daar ga ik mee experimenteren. Ik ga een proefje doen. Nu staat die van die knop, die staat op serie. En dan ga ik kijken wat die doet. Je kan de knop... ingedrukt houden en dan aanraken en dan dat voorhendeltje indrukken. En dan gaat hij nieten. Dan hoef je niet iedere keer opnieuw. En nou weet ik niet of dat met dat knopje of dat verschillend doet. Dan ga ik hier een proefje nemen van op dat hout. Even kijken. Ik ga eens even wat nagels indoen. Nou staat hij op serie. Als ik gewoon indruk, dan doet hij het zo. Doe ik
gaat vrij snel, hè? Als ik dat nou omdraai naar 1 voor 1, even kijken wat hij dan doet. Kijk, dan doet hij het niet. Hij doet het gewoon helemaal niet. Dan doet hij echt 1 voor 1. Dus dan moet ik hem eerst erop zetten en dan die knop aandraaien. Wil ik snel, dan moet ik die knop omdraaien. Kijk, en dan kan ik hem gewoon die knop indrukken en... Nou ga ik met de... Kijk, ik kan zien waar die eruit komt. Dus ik kan zo... Dus dat is, ga ik proberen eerst met een vijltje. Dit vijltje gaat nog niet goed. Ik heb hier nog een driehoekvijltje. Ik denk dat dat... Ja, dat is het midden. Ik kan het nog steeds niet goed zien. Moet je toch goed zien. Ja. Ja, nou. Ik ga eens kijken of dat iets geholpen heeft. Goed kan richten. Als ik nou zo heb. Ik moet op één bepaalde punt wil ik... Ik zet met mijn priem een klein gaatje. En ik richt met dat gleufje... op dat gaatje. Hoe ver zit ik er daarnaast? Dan zit hij wel in de goede richting, maar hij zit een millimeter of 3 te hoog. Dus ik moet 3 millimeter omlaag. Nog een beetje meer. Nou zit ik op de goede plek. Dus ik moet echt een stukje omlaag. Hoe kunnen we dat dan richten? Nou heb ik een gleufje en dat gaat goed. Dus hoef ik niet de rest te doen. Ik zie het en ik weet nou hoeveel ik omlaag moet. Als ik hier nou een puntje geef. En ik ga hier. Nou zit ik precies op het gaatje. Waar was dat? Dat is waar dit, dat bovenlipje... ongeveer moet komen. Als ik hier... Nou... Dus dat bovenlipje... dat moet ook een gleufje krijgen. Want die zie ik ook niet. Dat is een mooi streepje. Ik heb hier een mooi streepje gegeven. Ik heb hier nou een streepje. Ik ga hier een puntje maken. Zo. Komt er precies. Kijk, nou kan ik het goed zien. Goed is.
spijker. Ik zo twee spijkers op dezelfde plek. Ik ben gewoon op onderzoek gegaan. En op de machine gewoon, mijn ervaring. En toen ben ik de handleiding gaan opzoeken op internet en gaan kijken. Wat betekent dit nou, wat betekent dat nou? En niet dat ik er helemaal achter kwam, maar ik ging iets meer begrijpen. En met dat iets meer begrip ben ik hem weer gaan experimenteren. Nou, en toen heb ik er gelijk een verbetering aangebracht. Want ik kwam maar steeds verkeerd uit. Dat is een toestand van die daar zit. Dus waar komt die spijker nou uit? En ik ben nogal geneigd om dunne dingetjes aan elkaar te nieten. Als je nou zo'n triplex zit, dan moet je dat ook zo kunnen richten dat hij in het midden komt. Zo. Nou, hij doet het nu keurig in het midden. En als je hem niet te scheef houdt, dan moet het lukken. Dus, als je mij iets ziet uitpakken, dan met die handleiding leg ik dan eerst even weg. Een stuk verhelderd. Ik weet nou hoe dat in elkaar zit. En welke maten spijkers in. Er kunnen nog grotere spijkers in, maar dat doet er niet zoveel toe. Dus, het is niet mijn filmpje die zegt, zo is het en zo doe je het. Maar de manier hoe je benadert. Mijn grote tekker die heeft dezelfde soort principes. En die heeft hier een knop waar je mee uit en in kan draaien. Dan gaat dit ding, die wordt dan de verder uit of erin. Dus hoe verder dat die uit is, hoe minder diep dat die spijker gaat. Even kijken, als ik hem nou aandraai, dan komt hij naar beneden. En even kijken, als ik nou uitdraai, nee, dan komt hij aan. Zo komt hij aan, zie je, dan komt hij dichterbij. En als ik nu snel tekkert, dan slaat hij hem helemaal diep erin. Als ik nou de andere kant op ga, zo, en dan gaat deze omhoog. Kijk, heel ver. Ga ik helemaal tot het uiterste. Zo ver mogelijk. Zo, ja. En dan doe ik het nog een keer. En dan steekt hij uit. Zie je? Nou, ook MDF, maar als je het in het hout doet, zal het anders zijn. Dus je moet een proefstukje nemen waarvoor je het gaat gebruiken. Dus ik ga hem ietsje aandraaien. Dan steekt hij uit. Denk nou de goede kant op. Ja. Even uitdoen. Ik moet even kijken hoor. Zo gaat hij diep. Oh, je kan het niet zo goed zien. Maar je kan het wel zo voelen. Wacht even, dat is het. Kijk, nou gaat hij heel diep. Dan gaat hij erin. Dus, als ik hem uitdraai, dan gaat die knop omhoog, dan gaat die steeds dieper. Dus, ga ik hem indraaien. Kijk, nou zie ik het gebeuren doordat ik hem vasthoud. Zie, nou zie je het gebeuren. Nou steekt hij eruit. Dus, ik moet hem ietsje de andere kant op, iets dieper. Zo. Kijk, nou zit hij erin. Nou, is hij goed afgesteld. Dus je kan het... Kijk, iedere machine heeft zijn eigen dingen. Dus dat heb ik hier nou uitgevonden. Dat dit, als ik dit vasthoud, dan zie ik het gebeuren. Want ik weet niet of die linksom of rechtsom moet. Kijk, dan ga ik hem ondieper. Dan kan hij maar een klein stukje naar beneden. Dus, dan gaat hij uitsteken. Kijk, nou steekt hij uit. Er zit hier ook een knopje op voor serie en voor één voor één schieten. Nou, ik zou hem gewoon op serie zetten, dan
Zit hier nog een hengsel aan? Nee, ik zie het niet. Nou, en als ik hem de lucht eraf haal, dan doe ik altijd wel dat rubberen dopje erop, dat er geen viezigheid in komt.